If you're feeling lonely, maybe just sad and blue, this spicy rhythm is the right thing. Between the ocean and the forest lies a place where all continents come together. Here you can walk paths no man has ever walked before. You will find no strangers, only friends you haven't met yet. A place where motion calms you down and serenity makes you move. Where the old traditions easily survive and are celebrated by all cultures. Fly with us to Suriname and discover the best kept secret of the Amazon. Goedendag, welkom bij een speciale uitzending van Talktime. Op dinsdag 27 april verruilde Ayman Raghubar Singh op 61-jarige leeftijd ten gevolge van het COVID-virus, het aardse voor het eeuwige. Vandaag blikken we in woord en beeld terug op zijn bewogen, maar vooral dienstbare leven. Ayman Subhash Chandra Raghubar Singh wordt op 9 mei 1959 geboren in het Landshospitaal in Paramaribo als derde kind van kleermaker Nandu en onderwijzeres Trace. Hij is een pittig, aangenaam en ondeugend ventje en de oogappel van vader Nandu. Ayman is altijd in de weer, vrolijk, grappig en heeft vooral veel vrienden. Na zijn jeugd wordt hij luchtverkeersleider en secretaris van hun vereniging Satka. Hij bruist van energie en ideeën. In 1986 treedt hij in het huwelijk met Lies Ratten en ze krijgt twee zonen, Winand en Vinesh. Ayman houdt van Suriname, maar er heerst een crisis. Maar om zijn gezin betere kansen te geven, besluit hij met pijn in het hart te emigreren. In Nederland is de eerste periode heel zwaar en moeilijk. Ze moeten van de grond af aan beginnen. Maar ze brengen offers en bouwen zich op. Op een gegeven moment krijgt Ayman een baan aangeboden. Weliswaar beneden zijn capaciteiten, maar hij neemt de baan aan en zegt: ik ben hier naartoe gekomen voor mijn gezin. Ik ben niet van plan mijn hand op te houden. Ik wil werken. Ik hoef niet bovenaan de ladder te beginnen. Ik kan klimmen. Belangrijk is dat ik op de ladder terechtkom. Als het persoonlijke leven van Ayman, Lies en de kinderen op orde is, begint Ayman zijn gemeenschap te dienen. Dat is een les die Ayman en zijn broers en zussen van huis uit hebben meegekregen. Wees geen last, maar een bouwer van de gemeenschap. En Ayman doet dat met veel liefde. Het begint bij de VHP, maar verschuift langzamerhand naar Fahon, Asnet, Asan, Societeit Tagore, NEHOP, Kenniskring en andere organisaties. Met veel kennis, inzet, altijd samenwerkend en nooit vanuit de schijnwerpers. Hij krijgt hiervoor veel waardering en in zijn omgeving is hij erg geliefd. Bij Radio Fahon verzorgt hij jarenlang het programma Ham Hai Surinam Kilarke. Wij zijn kinderen van Suriname. Een bijzonder initiatief. Er was namelijk veel te doen rondom de politiek in Suriname, waardoor de stem van het volk, dat wat gezinnen echt meemaakten, niet werd gehoord. Ayman gaf hen een platform om hun verhaal te doen. De persoonlijke verhalen van leed, worstelingen, mislukkingen, maar ook succesverhalen passeerden de revue. Het ging niet om de politici, maar om het volk. En hen plaatste hij op een voetstuk. Want voor hun doorzettingsvermogen had hij waardering. Als secretaris van Stichting Societeit Tagore wordt hij de motor achter muziekfestivals. Hij was nauwgezet en vernieuwend. Ayman zei: Bollywood is leuk, we zijn ermee opgegroeid, maar het eigene moet je niet verwaarlozen.
Wat is mijn identiteit? Wat is wie ik ben? We gaan nu kijken en luisteren naar de voorzitter van Stichting Sociëteit Tabor, de heer Chander Mahabir. Ai, Iwan, dierbare vriend. Je hebt ons te vroeg verlaten. Je bent 7 jaren lang secretaris geweest van Sociëteit Tagore. Het was een verademing om samen met jou dit sociaal werk te mogen doen. Een bruggenbouwer, een vernieuwer ben je geweest, maar vooral een geweldig aangenaam mens. Je was een netwerker die problemen oploste in een relaxte sfeer. Hamar Sanami Ghana heb jij bedacht en met veel inzet tot een groot succes gemaakt. Het werd een fraaie vertoning in het uitverkochte Spuittheater. Wat moesten we enorm lachen om de echte Hollandse klompendans op Hindoestaans muziek. Je bleef doorgaan met nieuwe ideeën. Op jouw aangeven zou het Touane Harmonie oude Sernani Ghana's instuderen en zowel muzikaal als met zang uitvoeren. Denk maar aan de liederen van Gurudat Kalasin, waarbij de muziek en zang uitgevoerd wordt door het gigantisch orkest bestaande uit bakkers van de douane waar jij zelf werkte. Je had al het congresgebouw in gedachten met tournees door heel Nederland en om uiteindelijk met dit repertoire in Suriname op te treden. De voorbereidingen waren in volle gang. Deel 2 van Hamar Sanami Ghana was je ook aan het voorbereiden. Maar ja, Iwan, je bent er niet meer. Onverwachts ertussen uitgepiept. Wellicht, waar je ook bent, ben je bezig met de oprichting van een sociëteit Tagore. Samen met onder andere onze wijle voorzitter Jozef Supersat en met onze trouwe lid wijle Rishi Sankatsin. Iwan, je zult in ons hart blijven voortleven. Vaarwel, dierbare vriend. Ook bij ASAAN Arie Samaj Nederland vervulde Iwan de rol van secretaris. Hij levert een belangrijke bijdrage die tot de bouw van de nieuwe tempel moet komen, zodat deze in 2019 in gebruik kan worden genomen. A big achievement. Een man van no-nonsense, warm, hartelijk, inspirerend. Luistert u naar Amrish Tiwari, voorzitter van ASAAN. Als ik even kort terugblik over mijn vriend, mijn collega, bestuurslid Iwan. We waren heel prettige herinneringen aan jou als mens. Je was heel aangenaam in de omgang. Je was bijzonder ondersteunend. En ik kon altijd op je rekenen. Ook voor moeilijke problemen stond je klaar anderen te helpen. Ik weet dat je heel veel moeite hebt gedaan om moeilijke klusjes voor ASAAN te klaren. En ik heb als voorzitter van ASAAN Mandir heel veel steun aan je gehad. Ook in de moeilijke tijden van de Mandirbouw. Ik heb ook anderen gevraagd hoe ze jou ervaren hebben. En met name de dames van het secretariaat, die omschreven jou als ronduit als een gentleman. En iemand die heel genereus was. En hoe, in welke prettige sfeer jij de evaluatie met hen doornam over de terreinen en zeilen binnen het kantoor. En meestal was het onder een genot van zoute soep en andere gerechten. Ze bewaren heel veel prettige herinneringen aan jou. En zij niet alleen, wij allemaal. We zullen je heel erg missen, want jij bent onvervangbaar, Iwan. God zegene uw levenspad.
althans van uw ziel. Voor NEHOP, de Nederlands-Hindoestaanse Ouderenbond, organiseert Iwan jaarlijks contactdagen voor de Hindoestaanse ouderen uit heel Nederland. Stelt u zich eens voor, honderden Hindoestaanse ouderen uit het hele land aanwezig op één locatie. En wie had het allemaal onder controle? Inderdaad, Iwan. De voorzitter van NEHOP, de heer Shekhar Wiseser, deelt enkele ervaringen. Ik heb Iwan leren kennen via Stanley Raghubar Singh. Die minister was in Suriname van 2000 tot 2005. En van 2005 tot 2010 in de regering van Suriname. Ik was voorzitter van VHP Nederland. En als Stanley Raghubar Singh naar Nederland kwam, organiseerden wij politieke bijeenkomsten. En Iwan Raghubar Singh was erbij. Heel aardig mens, sympathiek, prettig in de omgang. Langzamerhand werd hij ook opgenomen in het bestuur van VHP Nederland als secretaris. Ik als voorzitter, Iwan secretaris en Weilen Humphrey Bhagwan Dali als penningmeester. Maar ik was in die tijd ook voorzitter van Nederlandse Hindoe Ouderbond, een landelijke organisatie van Hindoe senioren. Iwan was het sleutelfiguur en de regisseur van de organisatie. Om een voorbeeld te noemen, jaarlijks organiseren wij de Landelijke Contactendag. Dan komen er ongeveer 1000 mensen bij elkaar van uit alle streken van Nederland, met bussen. Er moest voor een complete programma worden gezorgd. Presentaties, lezingen, muziek optreden en niet te vergeten eten. Iwan zorgde voor een complete drive, maar Iwan was voor Nederlandse Hindoe-Ouderbond onmisbaar. Jammer, we kunnen hem niet meer spreken, maar zijn nalatenschap zullen wij koesteren. Iwan, dank je wel wat je gedaan hebt voor de Nederlandse ouderen hier in Nederland. En ook voor alle ondersteuning die je aan overige bestuursleden, 45 vrijwilligers, coördinator hebt gegeven. Dank je wel. En waar je ook mag zijn, Shanti, Shanti. Bij Vastnet, Federatie Arie Samaj Nederland, vervult Iwan jarenlang met veel toewijding de functie van secretaris. Suren Mahabali en Anil Ramjanam brengen u terug naar enkele momenten met Iwan. Iwan Subhash Chand Raghubar Singh. Inmiddels hebben velen over hem verteld, over zijn persoonlijkheid, zijn belangrijke rol in de gemeenschap, zijn ijver en integriteit, vanuit verschillende invalshoeken, in verschillende contexten, omdat hij in uiteenlopende organisaties met uiteenlopende activiteiten actief is geweest. En toch kunnen wij nog over hem blijven praten en komen steeds weer andere dingen over hem naar boven. Omdat hij veelzijdig was, zich aan allerlei situaties kon aanpassen en zich daarnaar gedragen. Ingetogen, vriendelijk en correct. Of uitbundig uit het dak gaan. Spijkerhard in discussies. Hardhandig de deur kunnen uitzetten van oproerkraaiers. Zachtaardig en hulpvaardig voor hulpbehoevenden. En zo kun je doorgaan. Hij kon heel streng zijn. Streng aan de poort tijdens de landelijke contactdagen van NEHOP met meer dan 1000 ouderen. Alleen leden die een contributie hadden betaald, hadden toegang. Iwan deed de administratie. Mensen die daar moeilijk over deden,
zelfs begonnen te schelden. Ze werden niet binnengelaten, zonder alsnog betaald te hebben. Maar soms waren er ouderen die beleefd lieten weten dat zij nog niet hadden kunnen betalen. En op dat moment ook niet. Ivan liet hen binnen. Hij vertelde dat later tegen mij en zei dat hij bereid was de contributies te betalen voor die ouderen, omdat hij hoe dan ook tegen de afspraken had gehandeld. Maar hij had deze ouderen een mooie bijeenkomst niet kunnen ontnemen. Het zijn vaak kleine dingen die laten zien hoe groot iemand is. Namaste. Mijn naam is Anil Ramjanam en ik zou graag enkele mooie momenten met jullie willen delen over ons goede vriend en mattie Ivan Rabobarsing, die ons veel te vroeg, vrij plotseling, is komen te ontvallen. Ivan ken ik via het vrijwilligerswerk bij de Federatie Arya Samaj Nederland, Hinduraad Nederland, als architect bij ASAN, Arya Samaj Nederland, voor de nieuwbouw Mandir, waar Ivan de bestuurder was bij ASAN. Nou, we kennen allemaal wat voor geweldige bestuurder Ivan was. Hè, vooral zijn werkzaamheden als secretaris bij de diverse organisaties. Maar naast de vrijwilligerswerkzaamheden zag ik Ivan natuurlijk heel vaak, zoals we zeggen, op het veld. Hè, bij bruiloften, bij feestjes, bij de bijeenkomsten van Tagore, waar hij ook een bestuursfunctie had. En op allerlei feesten en partijen. En we gingen dan ook echt als vrienden met elkaar om. Sowieso als bestuur van de Fastnet. Maar het allermooiste wat ik met Ivan heb meegemaakt tijdens die trip was zijn gevoel voor compassie en mededogen. En daarop attendeerde mij op een aantal zaken waar ik me daarvoor helemaal niet zo bewust van was. Maar waardoor mijn achting voor hem heel erg steeg. We waren in Delhi en we gingen in Palika Bazaar wat kleding inkopen. En ik was op zoek naar een kurta shirt. En toen ik hem eenmaal had gevonden, ging ik afdingen. En Ivan zei tegen mij, je moet niet afdingen. Betaal nou gewoon wat die man vraagt. Want hij moet ook zijn dagomzet halen. En wij buitenlanders hebben genoeg geld. Dus wij kunnen het makkelijk betalen. Dus betaal hem gewoon zijn eerlijke prijs. En als je wil afdingen, ding maar een klein beetje af. Het was voor mij echt een eye-opener. Want ik dacht van shit, inderdaad. Zo'n persoon moet natuurlijk een gezin onderhouden. En die moet daar van zien rond te komen. En dat was een hele mooie eye-opener. En een tweede eye-opener wat zijn compassie en mededogen naar voren bracht. Was toen we eenmaal buiten waren. En we liepen daar rond, tikte een kleine jongen mij op mijn rug en hij zei van Sir, can I polish your shoes? En ik zei no, my shoes are okay. Maar goed, het zag er ook wel redelijk vies uit hoor, na al het geloop. En hij zei tegen mij, Anil, doe het nou maar. Laat je schoen gewoon poetsen door de jongen. Ik zei maar, Ivan, ik voel me heel erg ongemakkelijk. Ik bedoel, ik zie hem als een gelijkwaardig en waarom moet hij mijn schoenen poetsen? Dan kan ik zelf toch ook in het hotel. Hij zei, nee. Bedenk wat ik je net ook al zei. Hij heeft misschien broers en zusters en die hij moet verzorgen. En door jouw schoenen te poetsen, heeft hij weer wat inkomen voor vandaag. En ik heb hem toen om laten praten en ik zei, oké, laat hij dat maar doen. En die jongen heeft mijn schoen ook perfect gepoetst hoor. Met zijn vinger de juiste kleuren gemengd en hij wreef het ook met zijn vinger in en poetste het daar heel mooi uit. En het zag er weer als nieuw uit. En hij vroeg geloof ik iets van 100 roepie. En ik wilde hem 200 roepie geven. En toen zei Ivan weer van, nee, dat moet je niet doen. Geef hem zo'n 100 roepie. En dan zeg je apart, this is for you as an extra. Want dan laat je hem ook in zijn eigen waarde staan. En anders lijkt het net alsof je hem een aalmoes geeft. En dat hij een bedelaar is. En je moet die mensen altijd hun eigen waarde laten. En daar zag ik de grootsheid in Ivan zijn manier hoe hij naar de wereld keek en hoe groot zijn hart was. MUZIEK
Ivan heeft voldoening in wat hij doet en krijgt voldoening van de mensen waarmee hij werkt. Ivan, een netwerker, een bruggenbouwer. Ivan is een mensenmens. Hij denkt aan mensen, hun welzijn, hun vreugde, maar ook hun verdriet. Ivan is van Suriname en van Nederland. Hij woont in de harten van mensen. Hij was bijzonder. En bijzondere mensen sterven niet. Bij deze heel hartelijk bedankt. Zonder jullie zouden dat niet gedaan kunnen hebben. Beste kijkers, dit was Talktime van Netraj TV. We hopen dat u heeft genoten. Graag tot de volgende keer. Netraj TV Media, het eerste multiculturele station in Nederland met programma's als Lifestyle, Talktime, Business Talktime, Bollywood Entertainment, Ecotourisme Suriname. Te zien op Salto 1, iedere zaterdag van 6 tot half 7 s'avonds. Ook te zien via Trishur TV Suriname, zondag van 5 tot half 6. Kijk op netrajtv.com of Salto On Demand. If you're feeling lonely, maybe just sad and blue, this spicy rhythm is the right thing. Between the ocean and the forest lies a place where all continents come together.
Here you can walk paths no man has ever walked before. You will find no strangers, only friends you haven't met yet. A place where motion calms you down and serenity makes you move. Where the old traditions easily survive and are celebrated by all cultures. Fly with us to Suriname and discover the best kept secret of the Amazon. Matras TV Media, het eerste multiculturele station in Nederland met programma's als Lifestyle, Talktime, Business Talktime, Bollywood Entertainment, Ecotourisme Suriname. Te zien op Salto 1, iedere zaterdag van 6 tot half 7 s'avonds. Ook te zien via Trishur TV Suriname, zondag van 5 tot 6. Kijk op natraastv.com of Salto On Demand.